Martijn, welkom op de Dutch IT Secure Today hier in Den Haag. Voor jou een thuiswedstrijd, volgens Dankjewel. Mij. Zeker. Ik heb het vroeger vlakbij op een opleiding gedaan. Dus ja, okay. zeker. Leuk. Hartstikke leuk. Leuk event. Dus, Wat zijn de interessante security trends die je ziet vanuit WatchGuard? Nou, we zien eigenlijk steeds meer dat overal komen bedrijven en mensen tekort. Dus het is belangrijk om je security stuk goed te automatiseren. Nou, daar zijn we al heel veel jaren mee bezig. Dat begint bij het uitrollen van een appliance tot het uitrollen van je endpoint security. We proberen dat zoveel mogelijk te automatiseren en daar zijn we ook effectief heel goed in geslaagd. Wat ik vandaag hier ook weer meerdere keren hoorde is dat bedrijven krijgen allerlei security alerts, maar ze hebben niet de mensen om erop te reageren. Door de boel goed te automatiseren kun je richten op de dingen die aandacht vereisen en de rest wordt door de automatisering al afgehandeld op die manier. Dus daar winnen we een hoop tijd mee, kunnen het security niveau maximaliseren om uiteindelijk een betere situatie te realiseren. Ja. WatchGuard die werkt heel nauw samen met partners. En resets veranderen ook door deze security markt. Gaan vaak naar een SaaS-service, naar een managed service model. Jullie hebben daar toch een MSP-achtig programma voor volgens mij. Kan je er wat meer over vertellen? Ja, we hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan via Pools. Dat is een organisatie die kijkt naar wat speelt er in de markt. En op basis daarvan hebben we eens gekeken, oké, wat onze visie en strategie is. Klopt dat nou een beetje wat er leeft onder de managed security service providers? En dat is wel degelijk het geval. We hebben een platform. Wat nu al beschikbaar is, waarmee bedrijven dus de uitrol van security oplossingen volledig kunnen automatiseren, waarbij we zorgen voor integraties die kant-en-klaar zijn, maar ook waarbij we een API bieden, een software development kit bieden eigenlijk om producten te integreren met die van ons. En dat doen we ook nog met een product dat een optimale prijs-performance biedt. Dus de TCO die optimaal is, zodat voor managed security service provider die aan het einde van de rit ook nog wel wil verdienen, die wel enterprise-grade security kan leveren, maar dan voor een goede prijs-prestatieverhouding. Okay. En daarmee dus heel mooi een dienst kan bouwen. Okay. De eindgebruikersmarkt is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? De CISO's, de CIO's, de IT-managers. Waarom zouden ze WatchGuard Technologies moeten gaan overwegen? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als voor de managed security service provider. Wij bieden optimale prijs-prestatieverhouding. Dus enterprise-grade security voor een goede total cost of ownership. En daarmee bereik je het maximale. En dat geldt voor de eindgebruiker als voor de managed security service provider. Dus die hebben beide datzelfde voordeel. En dan kunnen we het voor de managed security service provider ook nog in een dienst bakken waarbij de abonnementskosten verdeeld zijn over een periode. En dat ze niet een commitment voor in één keer voor 3 jaar of iets dergelijks moeten afrekenen, maar dat we het per maand kunnen afrekenen. Oké, flexibel dus. Flexibel, ja. Dankjewel. Graag gedaan.